Minister Stephen McAndrew heeft met ILO-specialist John Bleek de voortgang van studies gericht op verbetering van waardeketens en formalisering van ondernemingen in hout- en ecotourisme sectoren besproken. De studies richten zich op het identificeren van waardeketens, bevordering van duurzame ondernemingen en het aanpakken van obstakels in de informele sector. De minister vroeg aandacht voor factoren die formalisering ontmoedigen en genderkwesties. In het Brokopondo-gebied is op 16 maart een basistraining projectschrijven begonnen, waar deelnemers zijn geselecteerd om effectieve projectvoorstellen te kunnen maken voor het CEMIF-fonds van de Suriname Environmental and Mining Foundation. De training duurt 5 zaterdagen en omvat het presenteren van volledige projectdossiers. Het initiatief omvat ook het produceren van communicatiemateriaal voor bewustwording over CEMIF, speciaal ontworpen voor de gemeenschap. Joanne Lynch, coördinator van het project, is blij met het enthousiasme en de inzet van de deelnemers, afkomstig uit verschillende dorpen in het gebied. Het Suriname Agricultural Technical Cooperation Center traint LVV-medewerkers in Suriname Agriculture Cooperation China dankzij een Chinese grant. Het project beoogt ontwikkeling van de Surinaamse landbouw met focus op kennisoverdracht, onderzoek en voorlichting aan boeren. Minister Pralaat Seudin prijst de vooruitgang en benadrukt kennisdeling en aanpassing aan klimaatverandering. Chinese steun wordt gewaardeerd voor hun bijdrage aan moderniseringspraktijken die boeren succes en voedselzekerheid bieden.